Is het nou gezond voor zijn lichaam? Ha, nee. Nee, het is verre van gezond. Topsport is niet gezond. En dit is een topprestatie, dus nee. Dit is het zoeken van de grenzen. En misschien zelfs wel overgaan. Zou je dat adviseren als fysio, dat mensen die grenzen gaan opzoeken? Op deze manier? Absoluut niet. In bewegen is het goed om een trainingsprikkel te creëren, is de grens opzoeken goed. Maar deze grens is echt een grens te ver. Dit kan je niet doen als je geen goede voorbereiding, geen consequente begeleiding daarin hebt. Anders raad ik het echt af. Yo guys, welkom alweer bij de derde aflevering van de Road to 1000. En deze aflevering staat in het teken van heel blijven. Iedereen die aan survivoren doet, heeft wel eens te maken gehad met blessures. En er is niks frustrerender dan wel willen klimmen, maar het gewoon niet kunnen. Niels gaat straks 1000 swingovers pakken. En we hebben geen idee wat voor effect dat gaat hebben op zijn lichaam. Hoe kan hij op de dag zelf zorgen dat hij niet geblesseerd raakt? En hoe kan hij in de voorbereiding zorgen dat hij heel blijft, maar toch die training kan pakken, zodat hij fit genoeg is? Om ons te helpen bij het antwoorden van deze vragen, hebben we er een expert bij gehaald. Namelijk Jurgen van Fysio 038. En we mogen ontzettend dankbaar zijn dat Jurgen ons wil helpen bij de challenge en ook in de voorbereiding op de challenge. Jurgen heeft jarenlang ervaring als sportfysiotherapeut en manueel therapeut, waarbij hij tal van topsporters geholpen heeft om heel te blijven. Dus ik denk dat hij met die specialiteiten ons op een ontzettend goede manier kan helpen. Wat ik altijd tof vind is dat ik naar jou toe kan komen, zelfs als ik geen klachten heb en toch weet je mij te helpen. Kun je iets vertellen over jouw visie op bewegen? Want ik denk dat het daarmee te maken heeft. Zeker. Kijk, de meeste mensen die een fysiotherapeut bezoeken, die komen met klachten bij een fysiotherapeut. En de rol van de fysiotherapeut is denk ik de afgelopen jaren veranderd. Zeker als sportfysiotherapeut ben je veel meer in een trainings, coachingsrol ben je ook aanwezig. En ja, daar is deze uitdaging van Niels natuurlijk een hele mooie voor. Maar ook van ja, hoe blijf ik zo fit mogelijk? Hoe kan ik toch iedere keer weer die topprestatie behalen? En dat is waar wij dan samen met elkaar in gesprek gaan. Van hey, dit is mijn planning, dit is mijn doel. Wat moet er gebeuren? Hoe kunnen we dat het beste bereiken? En ja, zo kijk ik naar bewegen. Iedereen en ieder heeft gewoon zijn eigen topprestatie. Dat kan van 5 kilometer wandelen zijn of het uitlaten van de hond tot een marathon lopen binnen de 3 uur. Ja, wat was je eerste reactie toen je hoorde van deze challenge? Ja, wat een mafkees. Ja, wat een mafkees. Ja, ik kende de beweging niet. Maar bij de kennismaking heb ik hem een keer voorbij mogen zien komen en 1000, dat wordt een hele kluif. Als je kijkt naar Niels de Swingover, kun je dan al iets zeggen over wat voor een blessures hij misschien gaat krijgen? Lastig, ik heb hem één keer op beeld voorbij zien komen, dus ik denk dat het goed is dat we Niels gewoon eens in actie gaan bekijken. En dan de hele beweging eens gaan analyseren van hey, daar liggen mogelijke valkuilen. Want hoe Niels hem gaat klimmen, nu of in vermoeidheid, geen idee. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, is goed. Laten we Niels eens bekijken. We gaan naar Thor. Thor. Ah, gaaf. Welkom. Dankjewel. Ben je wel eens geweest? Nee, dat is mooi. Dat is tof. Ja, nice. Ziet er indrukwekkend uit. Ja, mooi. Hier gaan we zo meteen mijn beweging analyseren en kijken welke spiergroepen het eventueel heel zwaar gaan krijgen tijdens het klimmen. Ook voor Jurgen heel erg belangrijk om te weten waarin hij mij vooral moet gaan ondersteunen. Welke spiergroepen moet hij extra opletten? Welke spiergroep voor hem een risico? Om zo te zorgen dat ik heel blijf gedurende de road to 1000, maar uiteraard ook op de dag zelf. Nou, volgens mij gaan we gewoon maar eens aan de bak. Volgens mij moet ik aan de bak. Hè? Ja, jij moet aan de bak. Gaat hij ergens heel veel last van krijgen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Er zitten een paar componenten in die beweging die intensief zijn, intensief voor het lijf zijn. Het is een onderdeel wat je niet zo heel veel in je dagelijkse activiteiten gebruikt. Hè. Aan koprol, hoe vaak maak je in je dagelijks leven een koprol? Niet zo heel erg veel natuurlijk. Maar met name de componenten het laten zakken, dus het weer teruggaan naar de grond. Ja, dat zal op een gegeven moment erg zwaar gaan worden voor je bovenarmen. Ja, en het touw zelf natuurlijk. Iedere keer het grijpen, knijpen. Ja, op een gegeven moment handschoenen zijn niet toegestaan, dus klopt. Dat worden blarentrekkers.
Deze balk hangt volgens mij op 3,80 meter hoogte. Dus ik heb hem net één keer laten uitvallen. Ik ga hem nu toch een klem extra zetten. Ik heb een aantal mensen gehoord die zeiden, ja, bij die 1000 swingovers moet je zorgen dat je voetklem zet, terug in de touw, spring niet uit, let op je knieën. Daarvoor eigenlijk ook met Jurgen hier. Ik denk niet dat het mogelijk is om nog 1000 extra klemmen te zetten in de touw. Ik denk echt dat ik zou moeten afspringen. 3 meter balk is wel een stuk lager dan bij mij thuis, dan wat jullie in het vorige filmpje hebben gezien. Dus dat biedt eventueel goede mogelijkheden voor minder blessures. Ja, maar daar zie je al meteen het verschil tussen de 3 meter en de 3 meter 80, denk ik. Dat je, ik denk als je hem daar doet, dat je al bijna bij de grond bent. Het voordeel is dat je gewoon lang bent. Extra klem gaat extra belasting geven op je voet. Ik denk dat dat een hele belangrijke gaat zijn. Ja. Ja, en die landing, ik snap dat mensen zeggen die landing voor je knieën. Het voordeel is dat jij gewoon langer bent. En waarschijnlijk, als jij bovenaan de bal hangt, is het een keer 10 centimeter wat je springt. Doet vrij veel op brute kracht en souplesse, dat moet je er nu in zien te krijgen. Ja. En dat is waar de focus op zou moeten gaan liggen. Ik denk dat het belangrijk is om extra veel aandacht te geven aan die linkerkant. Rechts, dat is al een automatisme, dat is jouw voorkeurszijde. Dus ik zou geen 75-25, maar 60-40, ook in je trainingen. Doe je de 60 met je chocoladebeen, 40 met die rechter. Om het in ieder geval wel op te gaan bouwen, zodat je uiteindelijk net zo makkelijk links linkt als dat je rechts kan klimmen. Dus denk jij dat dat ook echt een risico gaat worden voor de challenge, dat ik op een gegeven moment gedurende de dag zoveel spierpijn ga krijgen dat die spieren het gaan opgeven? Of? Ja, ik acht die kans vrij groot. Wederom het voordeel is wel dat jij vrij lang bent, dus dat excentrische component is vrij klein. Die zit in een heel kort element, waardoor die vezels wel wat meer in elkaar kunnen blijven haken. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat dat het grootste probleem gaat worden. Ja. Dit is de man waar Niels de swingovers van geleerd heeft. Laten we wel lezen. Ja. Erik, wat vind jij van mijn challenge? 1000 swingovers. Ja, iedereen zijn eigen challenge. 1000? Dus het is wel een challenge die er niet om ligt. Dus die heb ik nooit durven afkondigen over mezelf. Dus ik voor moed en lef 100.000 punten. Dus en ik denk dat wel mensen ook wel kicken vinden om te kijken of je dat fixt. Nou, zie wat jouw doorzettingsvermogen is geweest de afgelopen jaren. En hoe jij jezelf aan niveau hebt weten te tillen, nou ja, schat ik jou wel hoog in. Heb je nog een gouden tip hoe Niels heel kan blijven? Nou, ik denk dat het vooral zit in vooral je ademhaling, discipline op je ademhaling, want anders dan is het snel klaar. En vooral een tempo zien te vinden waarvan je denkt, oké, daar zit die gestaag in, daar ga ik niet te langzaam. Maar vooral niet te snel, want anders dan, ja, is die killing. Ik zou mogen slapen tussendoor, maar dan doe ik er 30 uur over. En ik weet niet of slaap mij gaat helpen. Ik mag een uur rusten, ik mag een uur aan de kant zitten. Ah, maar dat denk ik wel. Ja? Ja. Want er zijn menige brandweeronderzoeken over of wat er van powernaps, ongeveer 20, 25 minuten. Ja, en dan kun je eigenlijk een week of twee op niveau blijven. Dan heb je weinig prestatieverlies. En na die twee weken is het wel even een dip natuurlijk. Maar dan krijg je gewoon twee weken lang. Als er veel brandhaarden zijn, wat een maand duurt of zo, dan weet je gewoon, oké, achter in die wagen, gewoon 20 minuten, 25 minuten snurken. Ja, slaap is fantastisch. Je kan toch niet in één keer door. Nee. Dus als je dan rust neemt, dan zou ik, ja, neem dan slim rust. Ja, ik zou en niet zonder tweeën ontstijgen. Nee. Daar is het veel te lang voor. Ja. Want je gebruikt altijd natuurlijk, ook koolhydratensysteem gebruik je ook. Maar daar gebruik je dan maar relatief minder van, zodat dat zich weer aanvult, zodat het wel beschikbaar blijft. Ja. En anders gaat je hartslag omhoog, put je dat systeem uit, ja, en dan heb je nog alleen maar je vetzuurverbranding, maar dan zit je jezelf uit te wonen. En ja, en dan gaat ook je prestatie, en dan denk ik, shit, ik moet wel heel lang nog door op doorzettingsvermogen. Ja. In plaats van dat je speelt met het energiesysteem. Ja. Ja, maar ik denk dat je als je er gewoon in je zone blijft, dat je gewoon, als je dat specifiek traint, dan gaat vanzelf de tempo in die zone gaat omhoog. Ja. Dus het aantal keren dat je er overheen gaat, zal meer worden. Ik denk wel belangrijk, hè? We doen deze 1000 reps challenge, maar ik weet niet of het überhaupt lukt. Dus dit soort ervaring, ja, heb ik nodig. Ik heb echt zeker niet alle wijsheid in pacht. Ik weet niet hoe ik het moet gaan doen. Ik weet alleen dat ik het moet gaan doen. Dus ja,
Ik denk dat er heel veel mensen mij moeten gaan helpen hoe ik het kan gaan doen. Expertise van anderen halen. Nog één ding waar ik eigenlijk wel bang voor ben, die spieren ben ik aan één kant bang voor. Je ziet dan een klein beetje wat lichte blaadjes op de handen. Ja, hoe gaan we dat doen? Ik ga er eigenlijk vanuit dat mijn handen tot bloedens toe kapot gaan. Dat is eigenlijk de gedachte. Wat denk jij? Ja, die kans is wel aanwezig. Ja, die kans is wel aanwezig. Dus goed onderhoud van je handen ook. Hè? Dat je regelmatig het eelt wel wat weghaalt. Dat je de echte harde plakken er vanaf velt. Dat is belangrijk. Maar we kunnen er bijna wel vanuit gaan dat ze kapot gaan. Ja. Zeker. Ja. Ook. Ja. Nou ja, laten we zeggen, op kapotte handen dan maar. Gaan we voor. Dank je wel, Jurgen. Graag gedaan. Wat kun jij voor Niels betekenen in de voorbereiding om te zorgen dat hij tijdens het trainen heel blijft? Want we zeggen ja, die road to 1000 die wordt misschien wel net zo zwaar als die dag zelf. Ja. Hij zal heel veel herhalingen moeten gaan doen. Ja, in de weken ervoor doet hij er wel meer dan 1000. Alleen niet achter elkaar. Dus wat belangrijk is, is dat we een wekelijkse check-up hebben eigenlijk. Hey Niels, kom verder. Welkom. Ja, top, ik heb zin in. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam ervoor staat. Wat we voor vandaag doen is even alles doorlopen en eens even zien. Hoe het ervoor staat. Ja, is goed. Ben top. Ja. Mag je shirt even uittrekken? Heb je op dit moment last? Klachten? Op dit moment? Geen last, geen klachten. Nee, ik heb tot nu toe geen klachten. Of, nou ja, ik merk af en toe dat wat in de schouders en in de rug zit, af en toe wat vast. Ja. Met name boven. Ja, met name boven, ja, ook wel onderrug moet ik zeggen. We kunnen daar een stukje spierontspanning gaan bekijken. We zullen gaan kijken van hey, hoe is de mobiliteit? Want jij maakt toch iedere keer de kopbal. Dus je wilt in die hele rug, niet alleen de rug, maar in het hele lijf ook wel je voldoende mobiliteit weten te behouden. Dus met name echt preventief te werk gaan, goed kijken, trainingsprikkels in de gaten houden, trainingsbelasting in de gaten houden en inspelen op en snel kunnen acteren op hey, wat is er tijdens deze training gebeurd als er iets mis is gegaan. Dat we daar direct op kunnen acteren. En de behandelingen kunnen bestaan van draaiing tot aan manipuleren, het kraken tot aan, ja, zeg het maar. Is het nou gezond voor zijn lichaam? Nee, het is verre van gezond. Topsport is niet gezond en dit is een topprestatie, dus nee, dit is het zoeken van de grenzen en misschien zelfs wel overgaan. Zou je dat adviseren als fysio, dat mensen die grenzen gaan opzoeken? Op deze manier? Absoluut niet. In bewegen is het goed om een trainingsprikkel te creëren, is de grens opzoeken goed. Maar deze grens is echt een grens te ver. Dit kan je niet doen als je geen goede voorbereiding, geen consequente begeleiding daarin hebt. Anders raad ik het echt af. En wat wil jij graag meegeven aan sport in Nederland? Blijf bewegen. Blijf bewegen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Blijf gezond. Dat kan een extra rondje wandelen zijn. Of dat kan een extra stukje fietsen zijn. Zorg in ieder geval dat je wel aan je minimale half uur per dag eigenlijk toch wel bewegen toekomt. Dankjewel, Jurgen. Ja, graag gedaan. Wordt nou vet. Zorg sowieso dat je even een duimpje omhoog gooit. Heb je nog niet gedaan? Abonneer op ons kanaal. En wij zien jullie in aflevering 4 van de Road to 1000. Check jullie later.